In het gebied tussen Apura en Nikeri zullen terreinen alleen uitgegeven worden voor agrarische doeleinden. Dit heeft president Chandrika Prasad Santokhi middels een besluit laten vastleggen bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Minister Prahlad Syudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij legt uit dat de overheid bezig is een weg aan te leggen tussen Apura en Nikeri, die voor eind 2024 af moet zijn. De bewindsman benadrukt dat de gronden langs deze weg volgens het besluit van de president niet uitgegeven mogen worden voor andere doeleinden. Nou, alleen voor agrarische doeleinden. En dat hebben wij allemaal ook een geringvenst, vanaf Apura tot Nikeri, alleen voor agrarische doeleinden. Daar ligt de toekomst. Je weet, agrarisch en toerisme, dat zijn de twee sectoren, welke duurzaam zijn. Als je het goed beheert, goed aanpakt, kunnen onze kleinkleinkinderen daarvan genieten. Syudin zegt ook dat het ministerie van LVV boeren van Kabelebo tegemoet komt. Eerder hebben boeren hulp gevraagd voor het ontsluiten van hun kostgrond. Nu moeten ze een hele poos lopen door de bossen heen om bij hun kostgronden terecht te komen. Ik heb nu vandaag een machine ter beschikking gesteld voor de periode van 3 maanden. En in die 3 maanden moet die weg, dat is weer eens nou prachtig, moet de hele weg van 4 kilometer al opengestoken zijn en verbreed zijn, maar echt dat op een weg begint te lijken. Ten tweede, eenmaal die machine daar is, dat wij de boeren helpen met het ontbossen van die kostgronden. En ik denk dat in die 3 maanden, zoals we het uitrekenen, dat wij daar een minimale 50 hectare zullen hebben ontbost voor de boeren. Een aardig begin voor de aanpak van de landbouw op een commerciële schaal. Het ministerie van LVV heeft ook ondersteuning geboden aan de boeren van het Kabelebo-gebied in de vorm van plantmateriaal, saaibakken en vriezers waarin ze hun vis en wild vlees kunnen opslaan.